Hoi, ik ben Katja Rozen, meervoudig Europees en wereldkampioen kitesurfen. En dan vooral in de disciplines course racing en slalom. En we staan vandaag op mijn homeslot in Scheveningen. Nou, dit is mijn zeiltas. Daar zit alles in. Dus ook mijn boot en mijn zeilen. Even als metafoor, maar mijn kite, mijn board, alles zit hierin. Hier reis ik mee, hier ga ik mee naar het strand, hier ga ik mee naar wedstrijden. En alles wat ik nodig heb, heb ik bij me. Dit is mijn hydrofoil. Dit is eigenlijk de vin die onder mijn board zit. En dat zie je nu natuurlijk heel veel in het zeilen, dat alles gaat foilen. Dit zorgt dat mijn board boven water komt. En dit deel zit dus eigenlijk, dit is eigenlijk het onderwater vliegtuig. En omdat het heel veel uitmaakt welke vin je eigenlijk gebruikt. Afhankelijk van de weersomstandigheden heb ik dus ook verschillende varianten. Groter, kleiner, een langere fuselage, een kortere fuselage. En daar kan ik dus mee afstemmen. Mijn Leatherman, onmisbaar gereedschap, want daar zit alles aan. Mijn tangetje, even kijken. Mijn mes en natuurlijk schroevendraaier. Dus heb ik altijd bij me. Mijn secret weapons. Namelijk mijn eigen voedingssupplementen, zodat ik beter kan presteren en sneller herstel. Maakt echt het verschil, voor mij in ieder geval wel. Mijn energy drink, gebaseerd op vitamines, dan kan ik lekker goed concentreren, hard gaan en herstel ik ook weer sneller. Los ik op in water. Zonnebrandcrème, want meestal schijnt het zonnetje en verbranden wil ik niet, dus super belangrijk. En natuurlijk starthorloge, want zonder kan je natuurlijk niet. Dit is dus mijn board. Die is speciaal voor mij gemaakt. Ook hier op Scheveningen, de Woody Cookie. En dus extra licht gemaakt. Omdat ik natuurlijk toch wel als vrouw wat lichter ben dan de mannen. En de mannenboards zijn over het algemeen groter en zwaarder. Dus een klein licht board. Met een lekkere rail. Zodat als ik eventjes het water raak, wat over het algemeen niet de bedoeling is. Omdat die hydrofoil mij uit het water duwt. Maar als ik dan toch even het water raak. Dat het water er goed afglijdt, zodat ik zo min mogelijk weerstand heb en zo min mogelijk snelheid verlies. De komende tijd ga ik me vooral richten op het foilen, om daarin te trainen. Het is een vrij nieuwe discipline, dus daar is nog ontzettend veel in te leren. En volgend jaar hoop ik daar dus net zo ver mee te komen in deze discipline als wat ik in slalom en het course racen bereikt heb.